ik ben Floor en welkom op mijn kanaal. Ik ga vandaag een ASOS of een ASOS, de een spreekt het anders uit dan de ander. Ik zeg ASOS, denk ik. We gaan een ASOS shoplog doen. Ik heb alweer eigenlijk een tijdje geleden, wat zal het zijn, 3 weken geleden, misschien nu al wel 4 weken geleden, echt heel lang geleden, een bestelling geplaatst. Wanneer was dat ook alweer? Dat was nog voor Pasen. Toen was er zo'n glam weekend day. Achtig iets wat heel vaak op webshop is. En dan heb je 20% korting. Nou, en dat zag ik. En toen ging ik kijken op mijn site. En ik zag van allerlei leuke dingen. Toen dacht ik, oeh, nu ga ik bestellen. Dus ik met mijn goede gedrag dat allemaal bestellen. En ook voor mijn vriend een bestelling gedaan. Nou, helemaal blij kreeg ik een verzendbevestiging. Daarin stond de levertijd 3 weken. Top! Dus eindelijk is het binnen. Ik kan niet wachten. Ik moest even de verpakking al wel openmaken om te kijken of dit voor mij was of van mijn vriend de bestelling. Maar deze was van mij. Dus we gaan gauw beginnen met de ASOS shoplog. Goed, ik ben heel erg benieuwd. Ben jij ook zo benieuwd als ik ben? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, want dat zou ik heel erg leuk vinden als je dat doet. Want we gaan naar de 10.000 toe. En dan zou ik zeggen, veel plezier met het kijken. Goed, we gaan beginnen met de shoplog. Alvast een disclaimer, alles staat in de beschrijving. Ik zal elk product, item, linkje in de beschrijving plaatsen. Oké, ik pak gewoon alles eruit. Wat is dit? Het retourding. Nou, ik hoop niet dat we die nodig hebben. Ik ben alweer helemaal vergeten dus wat ik heb besteld. Omdat het dus 3 weken geleden, of eigenlijk nu alweer 4 weken geleden is. Dus ik ben echt oprecht heel erg benieuwd. Ik weet het echt niet meer. Dit is een shirtje. Nu ik het zie denk ik, oh ja. En ik vind dit kleurtje echt geweldig. En ik had trouwens ook nog eens heel veel items uit de sale van hun. En daar overheen nog 20%. Dus dat was echt top. Volgens mij heb ik hier ook echt maar 14 euro of zo voor betaald. Maar dit is gewoon een heel erg schattig geel shirtje. Beetje babygeelachtig als dat een woord is. Want je hebt babyblauw, babyroze. Dus ik maak er nu gewoon babygeel van. Lichtgeel in ieder geval. En ik heb deze volgens mij een M. Ja, hij was 10 euro. Huh? Was hij echt 10 euro? Volgens mij heb ik geen 10 euro voor betaald. Ik ga kijken. Waar is mijn mobiel? Nee. Huh? Heel apart. Ik heb hem dus bij ASOS besteld. En hier staat het kaartje op van de Only. Dat hij voor 9,99 euro. Dat hij zo duur is. Maar ik heb hem zelf voor 11,99 euro gekocht. Dat is jammer. Heel apart, ik weet niet, maar het zal wel. Hij is dus geen 10 euro, wat hier wel staat. Ik heb hem voor 11,99 euro gekocht. Maatje M en er staat dus op Friday, Friday, Friday in het wit. Maar eigenlijk vond ik gewoon het kleurtje heel erg leuk, dus ik ga hem zo gelijk even aantrekken. En verder is het gewoon katoen en vind ik hem gewoon super cute. Heel leuk kleurtje, ik hou wel van dat pastel kleur. Ik heb dus een maat M gedaan. Ik heb eigenlijk altijd S, maar shirtjes doe ik altijd M omdat ik het oversized er wel mooi vind. Ik hou er niet zo van shirtjes strak zitten. Dus ik heb deze en ik hoop dat die een beetje oversized zit. Ik vind het ook wel mooi als die mouwen wat langer zijn, maar dat zijn ze niet. Maar het is wel een schattig shirtje. Dus dit is het eerste item. Goed, dan gaan we door naar het tweede item. En die is best wel groot. En hier ben ik ook mega blij mee. Oh, leuk! Even kijken. Dit is toch helemaal geweldig. Dit is een strandtas. Hij komt niet eens op beeld zo groot. Dit is hem. En hij is dus wit. En er staat met gouden soort van goudfolie Explore. En dat vind ik wel heel erg leuk. De bovenkant van het hengsel is dus van dat witte taal. Wat ik ook wel weer heel erg schattig vind. Dus ja, al met al. Oh, die kun je nog wat omhoog trekken. Dat is fijn. Is het wat langer. Ja, ik vind het gewoon heel erg cute met die gouden details. En ik dacht, natuurlijk voor strand is die leuk. Maar ja, hè, gaan we dan naar het strand dit jaar? Ik heb geen idee. Maar ik vond hem ook gewoon handig voor boodschappen. Of als ik naar de Action ga. Of naar mijn vriend toe. Of naar mijn vader. Weet ik veel dat ik hier in één keer al mijn spullen in kan doen. Want hij is echt mega groot zoals je kan zien. Ik krijg hem niet eens goed op zo'n beeld. Zo groot. Zo groot. Hij is echt heel groot. Dus dat is top. Het is gewoon een grote shopper eigenlijk. En hij heeft ook nog eens een goud knoopje. Dat hij dicht kan. Dat wist ik niet. Dat vind ik wel top. En verder, ja. Mooi grote inhoud. Mooi wit. Een beetje bekleed van dat spul. Waardoor je geen vlekken krijgt op het stofje zelf.
En er zit hier nog een doorzichtig zakje in. Dus daar kun je dan bijvoorbeeld je lader of zo of parfum in doen. Of whatever, je zonnebrand. Of zonnebril. Er kan natuurlijk van alles in. Maar dit is dus de shopper en hier ben ik heel erg blij mee. Hij is van het merk South Beach. Van ASOS natuurlijk. Die verkoopt allerlei soorten merken. Ik zou even kijken hoe duur die was. Deze was €20,99. Deze was niet in de sale of zo, maar €20,99. Oh ja, hier ben ik ook heel blij mee. Ik hoop dat ik hem pas. Het ziet er echt heel erg mini uit. Een body. En hij is echt wel mini. Maar het is dus gewoon zo'n zonder... hoe noem je dat? Zonder mouwen, zonder bandjes. Gewoon strapless body. Heel erg mooi in het zwart en in een soort string body. Dat vind ik altijd wel heel erg fijn. Want dan zie je het allemaal niet zo zitten. Deze is van ASOS eigen merk. En die heb ik in een maatje 36, een S. Ik hoop dat ik hem pas. Het is op zich wel rekbaar. Maar anders had ik hem liever in een 38 misschien wel gewild. Terwijl ik echt normaal altijd een S heb. Maar goed, ziet er top uit. Ik ben benieuwd. Deze. En deze was echt vet goedkoop. Ik zou even kijken. Deze heb ik voor €3,99 gekocht. Geen geld. Gewoon €4. Voor een leuke body. En dit vind ik ook heel erg leuk met wat ik nu heb. Even kijken. Zo. Allemaal kettingen. Ja, helemaal geweldig. Dus deze. Dan heb ik... Wat is dit? Een shirt. Waar is de opening? Hier. Ik heb namelijk gewoon heel saai eigenlijk een simpel wit basic shirtje gekocht. Ik heb namelijk ook gewoon heel veel zwarte basics. Of heel veel, een paar. Maar één witte. En die heeft een best wel een V-hals. Dus ik wou gewoon nog een normale. En dit is een normale witte basic. Dat vind ik altijd handig. En ja, het is gewoon een witte basic. Meer heb ik eigenlijk niet over te vertellen. Ik heb hem in een M gekocht, zoals ik al zei. Heb ik het liever allemaal wat oversized. Vooral met shirtjes, dat vind ik wel echt stoer. En ja, gewoon makkelijk. En deze was volgens mij ook wel heel erg goedkoop. Deze heb ik voor €8,49 gekocht. En dan gaan we over naar een ander thema. Dit was een beetje kleding en nu gaan we echt naar sieraden. En dat heb ik in dit doosje ontvangen. Ik heb er volgens mij nog een paar sieraden inderdaad besteld. Want het was allemaal rete goedkoop en ik ben helemaal into de sieraden de laatste tijd. Omdat ik dus was overgestapt op goud. Nou, al wel weer een tijdje geleden. Maar ik wil gewoon zoveel mogelijk sieraden. Ik vind het leuk om af te wisselen. Nou, een paar zakjes. Ik ga beginnen met deze. Ik heb geen idee meer wat ik heb besteld. Of het armbandjes zijn, kettingen, oorbellen, I don't know. Maar we gaan het zien. Misschien is het ook wel een enkelbandje. In ieder geval wel heel erg goed verpakt. Dus dat is top. Oeh, wauw. Deze is rete mooi. Oh, deze vind ik heel mooi. Prachtig. Ik zal het zo even een close-upje laten zien. Maar dit is echt een prachtig goud kettingje. En het is eigenlijk een soort choker. Ik heb dat nu ook om. Deze. En deze is van My Jewelry. Dit is gewoon met van die muntjes wat heel veel mensen hebben. Maar dit is dan eigenlijk een soort luxere versie, vind ik. Deze heeft namelijk blokjes. Een soort van vierkante blokjes in het goud. En dan... rondjes met daarin een zilverachtig bedeltje. En dat vind ik echt heel erg mooi. Ik vind deze echt prachtig. Oh my god. Heel blij mee. Ik ga hem gelijk zo omdoen. Deze was €6,99. I mean, €6,99. Holy moly. Ketting met kristallen bedeltjes in een goudkleur. One size. Nou, deze heb ik dus ook weer met korting toegekocht. Want dat zal ook wel. Hoe goedkoop. Oh my god. Echt top. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Volgend sieraadje is... Oeh, die vind ik ook heel erg mooi. Zo, er zit een zakje in een zakje in een zakje. Wat een feest. Ja, dit vind ik echt... Dit is eigenlijk hetzelfde als die ketting, maar dan in oorbellen. Deze is zo mooi. Het is ook namelijk weer die oorbellen. Maar dan... Eigenlijk de ketting in oorbel. Dus met die bedeltjes met goud en zilveren diamanten erin. Super mooi en luxe. Echt prachtig vind ik deze.
Trouwens, dat oorbelletje was, even kijken, 5 euro en 5 cent. Top. De oorbellen die ik nu ga pakken zijn 3,15 euro. Tenminste toen ik ze met korting kocht. Ook geen geld. Echt heerlijk. Oeh, wat is dit? Ja, een beetje een, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Een apart vormpje. Dit vind ik heel erg leuk in het tweede gaatje. Eigenlijk ook gewoon weer oorbelletjes met een bepaald streepje-achtig. Lijkt wel een roosje eigenlijk ook weer. Ja, een tulp. Het is een tulp volgens mij. Ik weet niet wat. Dus ik vind het wel schattig eruit zien. En dan het tweede gaatje vind ik deze ook heel erg leuk. Gewoon in het goud. Dus daar hou ik wel van. En volgens mij was dat het er alweer. Ja. 7 artikelen. Dus valt nog mee. Maar echt heel erg blij mee. Ik hoop dat ik het pas. Dus ik zal zo eyeshots nog maken. Nou, het eerste item wat ik aantrek is dit witte shirtje. En ja, het zit gewoon prima. Dus hier ben ik blij mee. Gewoon een simpel wit shirtje. Het is ook wel leuk om gewoon zo te knopen. Boven een leuk zwart broekje of zo. Of spijkerbroek. En dan mijn sieraden zo. Dus ja, hier ben ik heel erg blij mee. En ook helemaal blij dat ik een M heb gedaan. Want dat zit gewoon top. Dan dit gele shirtje. Die vind ik ook echt mega cute. En vooral met een spijkerbroekje of zo. Of een leuk rokje zo. Als hij iets hoger zit, dat rokje of broekje. De mouwen hadden van mij wat langer gemogen. Want daar hou ik wel van dat het gewoon lekker lang is. Maar verder vind ik het wel echt top. En ook blij dat ik een M heb gedaan weer. Anders zit het veel te strak. Maar ook leuk om te knopen. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. En dan de body. En ik heb nu een bralet aan. Dus ja, dat kan ik nu niet. Ja, ik kan het wel zo doen. Maar je snapt in ieder geval hoe die zit. Hij zit echt top. Heel blij mee. Dus een maat S is ook gewoon goed. En ik vind het ook heel erg mooi met gewoon, als je die bandjes natuurlijk weg hebt hè, straks. Gewoon chic met kettingen. Dus ja, hier ben ik ook heel erg blij mee. Echt top. Ik zie trouwens dat ik een beetje rode vlekken heb. Maar dat komt omdat ik net het hier zo deed. Maar in ieder geval, hoe cute is dit kettingje? Heel blij mee. Oh my god. En dan heb ik de oorbellen in. En ze zijn echt prachtig. Het is echt heel erg mooi. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze mini shoplog van de ASOS, ASOS, whatever. Ik ben er heel erg blij mee. Vooral met de sieraden. Echt prachtig. Echt super mooi. Ik ga ze zo gelijk in doen. En dan zie ik jullie tot de volgende video. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei!